In het door de watersnood getroffen gebied komen steeds andere aspecten van de ramp naar voren. De watersnood vernielde niet alleen huizen en bedrijven, maar ook talrijke archieven vielen eraan ten prooi. Het verloren gaan van documenten, zoals effecten, testamenten, kaartsystemen en dergelijke, kan voor tal van personen belangrijke en meestal nadelige gevolgen hebben. Men tracht nu nog te redden wat er te redden is. Het opgeviste materiaal wordt in enkele bedrijven in ons land vakkundig en dus zorgvuldig gereinigd van de modder waarmee het bedekt is. Wat er met een borstel niet af te krijgen is, wordt er afgeweekt in een speciaal bad. Als tenslotte alle modder en klei verdwenen zijn, worden de documenten stuk voor stuk gedroogd in de droogapparatuur. Dankzij deze deskundige behandeling kunnen talrijke belangrijke stukken behouden blijven. Maar het is noodzakelijk dat ze zo spoedig mogelijk nadat ze uit het water zijn gehaald behandeld worden. De bedrijven die zich met dit werk bezighouden, hebben reeds talrijke archieven weer geheel hersteld en zonder merkbare schade aan de eigenaren kunnen teruggeven.